Een zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op de gloednieuwe vlog. Jawel, ik ga terug beginnen te vloggen. Het is maar even een korte break geweest. Maar ik heb zo het gevoel van, jawel, ik ga terug er tegenaan kunnen gaan. Het gaat terug wel wat beter met mij, dus het gaat de goede kant uit. Mij ook nog goed laten ruiken, hè, voor de meisjes. Wat ik dan ook altijd doe, voordat ik ga werken. Ik heb mijn tanden ook al gepoetst. Nog een keer een mondspoeling doen. Even mijn mond spoelen. Voilà. Dat is ook al gebeurd. Dan mijn wijsschoenen aandoen. Vooral dat mijn vader hier is, dus even alles kijken. Die staat er nog niet, dus dat is goed. Dan heb ik nog wat even de tijd om mijn schoenen aan te doen. Ik wil zeggen, daar is hem nu. Ik wil mijn wijkschoenen al aandoen. Ik moest het toch open doen. En wat heb ik gehoord in Liseberg? Daar is dus blijkbaar een hele grote brand geweest. Er zijn verschillende gewonden gevallen, heb ik gehoord. Dus veel sterkte met het verlies van het waterpark in Liseberg. Ik heb daar ook ene keer al in gezwommen. Dat is toen ik ook met de Rollercoaster Friends mee was. Voilà. Dan nu nog mijn jas aandoen. En dan is mijn vader er. Ja. Mijn vader komt juist aan. Dus gewoon nog mijn jas aandoen. Dan mijn mesjes nog zoeken. Dat is het belangrijkste. Mijn mesjes moeten kunnen werken. Die geen een stukje. Nee. Dus dan gaan we eens even nog naar mijn slaapkamer toe. Ah, hier liggen hem. Ik heb hem al klaargelegd. Kijk eens, hier zijn de twee mesjes om te kunnen werken. Even in mijn broekzak steken. Voilà. Voilà. Dus dan heb ik alles. Nee, ik heb nog niet alles. Ik kan nog één ding halen gaan. En dan kan ik naar mijn vader gaan. Ja, ja. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug naar mijn werk toe. Want eerst moet er gewerkt worden, hè. En nu denken jullie van, je laat toch het licht aan? Ja, maar dat doe ik via mijn gsm uit. Dus mijn middenste licht uit. Ja, mijn middenste licht is uit. Voilà. Dus dan ga ik maar eens vertrekken. Mijn vader staat daar om nu te wachten op mij. Dus weet je dat mijn notenknop nog altijd stuk is? Ik ga dus sowieso naar Frecomatic toe. Fon. Dat staat voor 9 van de 10 kansen helemaal vast. Hopelijk laat die ene kans mij dan niet in de steek. Maar dat komt wel allemaal wel goed. Ik zie jullie allemaal straks weer terug. Zo, kijkers, ik ga nog een kleine gaming play opnemen van Euro Truck Simulator 2. Het is nu 8:30 s'avonds. Ik ga één rit doen. Voor de rest, ja, wat heb ik allemaal al gedaan vandaag op het werk? Veel. Dozen opengedaan, zakken eruit gehaald, zakken bestikkerd, zakken in de dozen terugsteken, de dozen bestikkeren en de dozen ook nog eens in een keer stapelen. Juist, we hebben nog geen trivia gedaan. Ah ja, die trivia van gisteren. Daar beginnen we alweer. Ik vind dat toch eens wel eens te goed is aan de kant proberen te leggen. Hè? Ah, hier ligt hem, hier ligt hem, hier ligt hem. Tjus. Dus de eerste
vraag en antwoord is: naar welke Belgische gemeente werd de overjas Duvel Coat genoemd? Duvel. Waarin verschool de man uit Jurassic Park zich toen hij door een T-Rex werd opgepeuzeld? Een wc of toilet is ook goed. Welke Engelse prins is de hertog van Cornwall en prins van Wales? Prins Charles. Welke christelijke feest wordt voorafgaand door de Adventperiode die 4 weken duurt? Kerstmis. Welke kleur tovert koper in de lucht wanneer het vuurwerk verwerkt is? Groen. Welke verzamelaars weten heel goed wat Penny Black is? Dat zijn de postzegelsverzamelaars. Voilà, op naar de andere trivia. Oh, pinguïns op de achtergrond. Vraag nummer 1. In welk land kan je op Schiphol een vliegtuig nemen? Ik herhaal. In welk land kan je op Schiphol een vliegtuig nemen? Vraag 2. Welke blanke rapper geniet het meest aanzien bij de overwegend zwarte broeders? Welke blanke rapper geniet het meest aanzien bij zijn overwegend zwarte broeders? Vraag 3. In welke eeuw ben jij geboren? Ja, dat kan ook al niet meer zo echt kloppen. Dus dat zijn 2 antwoorden juist. Welke vogel is de allersnelste zwemmer? Vraag 4. In welke vogel is de allersnelste zwemmer? Vraag 5. Welke zoogdier kan als enige een hele nacht op zijn rug slapen? Welke zoogdier kan als enige een hele nacht op zijn rug slapen? Doordenkertje. Dan de laatste. Hoe heet de broer van de computerheld Mario? Hoe heet de broer van de computerheld Mario? Voilà. Ik zal zeggen, veel succes. Ik ga nu een kleine ritje maken op Euro Truck Simulator 2. Ik weet nog niet van waar tot waar dat ik ga rijden, dus, want ik ben die missies bezig in de... Leuk, heel leuk. Ik moet die nog eens bij mijn favorieten schrijven. Verwijderd uit, ja, maakt niet uit, beheren. Uit favorieten verwijderen? Nee, niet uit favorieten verwijderen. Juist, dan moet ik ook nog 1 ding nog iets aanzetten. Valassa. Dat programma moet ik hebben. Voor als ik ga opnemen. Iedereen kent het wel. Streamlabs. Oei. Staat nu eindigd. Nee. De vlog is nog niet geëindigd. De vlog is nog niet geëindigd, hè mensen. Nee. Dus ik ga nu zelfs... Gaan jullie dit zien? Dus en dan... ja, zit daar sta ik en al. Voilà. Jawel, dat is deze scherm. Dus wat je daar ziet, is die scherm. En die 2 beeldschermen gaan dus ook mee naar Frecomatic. De luchtmatras is al helemaal opgeplooid. Klaar voor vervoer. De mat moet nog een klein beetje opgeplooid worden. Komt ook nog goed. Ik ga de vlag niet meenemen. Nee. De vlag neem ik niet mee. Wel misschien mijn mascotte. Wat dat gaat zijn, jullie zullen het wel misschien wel al weten. Of niet, ik weet het niet. Maar nu ga ik toch beginnen te rijden. Of anders gaat het nog redelijk laat worden. Ciao, duimpje. Abonneer. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En ik ga sowieso 1 ding iets zeggen. Ik ga mijn eigen blijven. En
De mensen rondom mij, die gaan hun ook hun eigen blijven. Die moeten niet zich veranderen als ze voor de camera in een keer komen op mijn vlog of zo. Die moeten ook niet veranderen. Punt uit. Die moeten zijn hoe hun zijn. Punt uit. Als jullie daar niet tegen kunnen hoe hun zijn, bol het dan af. Voilà. Ik zeg het dan één keer. Bol het dan af. Voilà. Oh, dat doet dus mij toch eens zo'n deugd om dat eens te kunnen zeggen. Hoele, hoela. Ah nee, tot later allemaal. Yo, 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 yo. Dus duimpje, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet om een belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. Ik zou zeggen ook nog eens, zeg ook tegen uw vrienden, kennissen of collega's, noem maar op, dat de vlogs terug zijn aangebroken. Voilà, Sam. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Ja, mensen. Ik ben al 3 kwartier toch al aan het streamen. Streamen zit nu. Gameplay op aan het nemen. Ik zit nu in België. En we gaan nu naar Lille Reims. Of Reims, of hoe je het ook zegt. Ja, dus die rit kan nog tamelijk een uurtje duren, denk ik. Dat ik ook nog zoet ben met een camion. Maar ik heb ook al een paar keer gebotst. Oh, zelfs in game bots ik. In game, jawel. Maar ja, ik heb me nog even concentreren op de baan. Want ja, kijk maar mensen, ik ben nog altijd aan het spelen. Dus, jawel, dus dat was een kleine toevoeging. Oh, shit, is momenteel niet beschikbaar. Ja, dat kan ik ook wel geloven. Ik moet wel mijn GPS hebben. Dus, ja. Dus ik heb hier een kleine toevoeging gedaan, ook aan mijn vlogje. Ik hoop dat jullie wel wel hebben van genoten om nog een keer een vlog terug te zien. Ja, maar genoeg zijn de pimpompet vragen opgebruikt, maar die komen wel binnenkort nog wel ook nog eens terug ook in mijn vlogjes. Even nu rust en dan terug wat pimpompet tijd. Oké, mensen, dus ik kijk jullie later. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer terug. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen, hè. Goed, oké, abonneren. Later.